Welkom, mijn naam is Nick Voorbach, ik ben werkzaam bij verkeersboete.nl en vandaag gaan we het hebben over strafbeschikkingen. Wat is een strafbeschikking? Een strafbeschikking herken je aan een brief van het CEIB met rechtsboven de letter O of S. Dan weet je dat je een strafbeschikking hebt ontvangen. En er staat ook altijd de bekende 14 dagen termijn. Je hebt 14 dagen in principe om verzet in te stellen. Nou, in dit filmpje wat tekst en uitleg over die strafbeschikking. Wat informatie over wat je daar tegen zou kunnen beginnen. Allereerst, bij het aanvechten van een strafbeschikking, betaal niet. De systemen bij de overheid zijn zo ingericht dat als je betaalt, dat je dan allerlei probleempjes zou kunnen ondervinden, ondanks het feit dat de hoogste rechter heeft bepaald dat op zichzelf betaling niet aan verzet in de weg staat. Dus ja, ook al zou je hebben betaald, het is echt niet zo dat het dan einde zaak is, maar om allerlei administratieve probleempjes te voorkomen, betaal niet. Tweede basale voorwaarde voor verzet is de 14 dagen termijn. En als je die strafbeschikking hebt ontvangen, doe daar dan gelijk iets mee. Wacht niet tot het laatste moment. In principe is het zo dat je 14 dagen de tijd hebt om in verzet te gaan. Nou, voor sommige zaken is dat anders. Sommige zaken, daar heb je een termijn voor van 6 weken. En dat is voor alle strafbeschikkingen hoger dan €340. En wij lezen nu 2021, dus dat kan 2022 iets veranderen. Maar laat me even zeggen, alles onder de €340, daar heb je dus 2 weken de tijd voor. Alles boven de €340 heb je 6 weken de tijd voor. Nou, stel nou dat je die termijn niet haalt, dan is het nog geen ramp, want ja, de overheid moet aannemelijk maken dat zo'n strafbeschikking jou heeft bereikt. En daar zijn rapporten voor over geschreven van allerlei kennende situaties waarbij er iets mis is gegaan met de post. Hè? En het wordt niet per aangetekende post verstuurd of met een deurwaarde betekend. Dus ja, als je zegt ik heb het niet ontvangen, dan kom je een heel eind, zullen we maar zeggen. Dan naar de inhoud, hè? Naar deze administratieve randvoorwaarden. Wat kan je nou allemaal aanvoeren in zo'n strafbeschikkingsprocedure? Nou, het beste verweer is natuurlijk een ontkennend verweer. Hè? Het beste is als je het, bijvoorbeeld je hebt hard gereden, hè? Of een rood kruis genegeerd of andere spannende gedragingen. Het beste verweer is altijd een ontkennend verweer. En in het geval van een snelheidszaak, laat dit filmpje niet toe, maar kijk dan ons filmpje over alle gedragingen die zien op snelheid. Daar hebben we bespreken we alle type snelheidsgedragingen en ook de verweren die je daarbij zou kunnen aanvoeren. Maar in ieder geval ontken, als je het natuurlijk niet hebt gedaan. En onderbouw dat ook met getuigenverklaringen, met foto's. Neem die getuigen ook desnoods mee naar de zitting. Daarnaast tip 2, vraag de stukken op. Hè? Dus ontken de gedraging, onderbouw dat met getuigenverklaringen, noem het allemaal op. En vraag de stukken op. Dan krijg je, als het goed is, het procesverbaal van de agent. Nou, en dan is het heel belangrijk dat je kritisch gaat bestuderen. Aan de ene kant de verklaring van die agent en aan de andere kant het verwijt dat jou wordt gemaakt. En kan de verklaring van de verbalisant de zaak rondmaken? Dat wil zeggen, kan op basis van die verklaring van de verbalisant de gedraging voldoende worden vastgesteld? Als dat zo is, Dan moet je dus redelijk van goede huizen komen. Maar als je merkt, in dat procesverbaal zitten gaten, dan kan je natuurlijk daarop schieten. En dan kan je aangeven bij de rechter of bij de officier van justitie. We hebben de verklaring allemaal in het dossier zitten en die is niet duidelijk, want X en Y. Of ja, daar kan op basis van die verklaring kan die gedraging niet worden vastgesteld. Nou, hebben we nog meer tips? Even kijken. Ja, de cumulatie, dat kan natuurlijk ook zo zijn. Hè. We zien best wel geregeld dat iemand voor 1 feitelijke gedraging of iets wat er heel erg op lijkt, een verkeersboete krijgt. Dus geen strafbeschikking, maar hè, de Mulderboete, herkenbaar aan de letter M rechtsboven. En een strafbeschikking krijgt, en zijn rijbewijs wordt ingevorderd, en hij krijgt een EMG-cursus, en hij wordt aan de gal gehangen. Hè. Er is natuurlijk ergens een maat en een ondergrens en een bovengrens. Dus ja, als je meerdere strafbeschikkingen hebt ontvangen, meerdere boetes en je rijbewijs is ingevorderd, breng dat allemaal naar
deels op gratie van de rechter. En geven ook aan van ja, dit lijkt wel allemaal heel erg op elkaar. En misschien dat die rechter er dan op die reden wat mee doet. Dat kunnen we niet uitsluiten. Er zijn voorbeelden in de rechtspraak aan te wijzen waar je ziet dat ook de hogere rechters zich daar toch om bekommeren. Dan, hoe lang gaat het duren? Dat kan heel lang gaan duren, zo'n procedure tegen een strafbeschikking als je verzet instelt. Meer dan 70% van de zaken, daar doet men gewoon langer dan een jaar, twee jaar over. Dus dat gaat erg lang duren. Het is zo dat op basis van rechtspraak na drie jaar kan het zijn dat die strafbeschikking komt te vervallen. Daar zijn nu wel uitspraken over en daar is ook wel discussie over. Maar ja, alles korter dan zeg maar een jaar, anderhalf jaar, ja, dan heeft het nog geen zin om aan de bel te trekken. Dus het heeft ook geen zin om te bellen naar het CIB of het CVOM of te mailen naar ons. Hè. Ja, het duurt zo lang het duurt en we kunnen dat niet versnellen op de een of andere manier. We hebben geen wettelijke remedies om dat te versnellen. Het is dus alleen zo dat als het langer duurt dan zeg maar even twee, drie jaar, dat het dan grond kan zijn voor vernietiging van die strafbeschikking. Dus daar zou je natuurlijk ook nog een beetje op kunnen hopen. Nou, dan de gevolgen van een strafbeschikking. Hè? Wat als je nou denkt van ja, het zal me wel, ik betaal het gewoon, ik erken schuld, ik heb het gedaan, ik heb geen zin om te procederen of wat dan ook. Ja, dan kan dat wel gevolgen hebben. Dat kan gevolgen hebben met name bij bepaalde beroepen die u wilt uitoefenen. U moet voor bepaalde beroepen een verklaring omtrent het gedrag, de bekende VOG, overleggen. En ja, het kan zijn dat u die niet krijgt op het moment dat u een strafblad hebt. En u krijgt een strafblad bij een strafbeschikking. Dus ja, let daar goed op. Ook in al die coronazaken, hè, niet dragen van een mondkapje, de avondklok en wie weet wat nog allemaal komen gaat. Ook in die zaken krijgt u in principe een aantekening op uw strafblad. Hè. Later heeft de minister gezegd, nou, bij mondkapjes is dat ook niet zo. Maar voor het onzekere te nemen, stel verzet in tegen een strafbeschikking, ook in de corona-gerelateerde zaken. Mocht u een strafbeschikking hebben ontvangen, dien hem kosteloos in. Druk op de knop gratis boete indienen en de rest volgt zich vanzelf. Dank u wel.